ons volgende recept dat we gaan maken is gebaseerd op de Bourgondische keuken. Met name œuf en maret. Œuf en maret is een klassieke Franse bereiding. Maar we gaan daar een twist aan geven. In die zin dat oorspronkelijk œuf en maret eigenlijk een soort van gebonden saus is waarin dat gepocheerde eieren worden aan toegevoegd. En wij gaan daar een soort van light versie maken. Eerder een soep. Op smaak gebracht in plaats van rode bourgognewijn met witte bourgognewijn. En we gaan geen scharreleieren gebruiken, maar kwarteleieren om te pocheren. We gaan beginnen met onze soep. En ik neem daarvoor onze shallotjes. We gaan die gewoon fijn snipperen. En in de tussentijd ook al in een pot opzetten met een beetje olijfolie. En we dat kunnen stoven. En het zijn straffe shallotten. Amai. Tintjes knoflook. Stuk of twee, gaan we ook fijn snijden. En in de Bourgondische keuken gebruiken ze spekreepjes, maar wij gaan nu pancetta gebruiken. Mijn olie is ook al goed heet, dus gaan we alles aanstoven. We gaan er ook onze champignons bij snijden. En een beetje afborstelen. Er ook bij doen. We gaan er onze witte wijn aan toevoegen. De witte wijn die we gebruiken is een Mâcon Village. Dat is typisch ook Bourgogne wijn. Witte wijn met een Chardonnay druif. We laten hem even goed opkoken. Dat was een alcohol eigenlijk een beetje verdampt. En dan gaan we daar nog wat water bij doen. Voilà, even goed doorgekookt. We gaan er water bij voegen. Om onze soep vlug een beetje pit te geven, gaan we er wat kippenbouillonblokjes aan toevoegen. Ik heb dat wel verkruimeld. Dat lost dat gemakkelijker op. Onze soep heeft nu even doorgekookt. En die gaan we ze op smaak brengen met wat room en peper en zout nog. Terwijl onze soep op haar gemak staat, gaan we beginnen met de bereiding van onze gepocheerde kwarteleitjes. Eerst en vooral hebben we water opgezet met zout en ook een goede scheut azijn erin. Kwestie als we straks die eitjes er gaan indompelen, dat die mooi beginnen stollen vanaf het moment dat die in aanraking komen met het warm water. Om ook gemakkelijk te werken met die kwartelei, want ja, je kunt dat zomaar niet met je vingers open duwen, gaan we daar een truc voor leren. We hebben zo van die kleine kommetjes. En we gaan zo'n kwarteleitje nemen. We gaan er voorzichtig met een aardappelmesje een klein tikje geven. Aan de brede kant. Niet aan de smalle kant, maar we moeten oppassen dat we daar niet door zitten. Of anders breken we onze dooier. En dan hebben we geen mooi gepocheerd ei. Het is een beetje prutwerk, maar het lukt wel. Zoals temperatuur rond water, dat is aan de kook geweest, maar dat moet eigenlijk niet volop koken, dat moet ongeveer 90 graden zijn. Dus we proberen dat zo op het vuur te zetten, dat er zo een beetje lichtjes, belletjes uitkomen. Dan weet u dat dat perfect is. Dan gaan we ons kommetje, we gaan nu voorzichtig erin dompelen, in één beweging. Je kunt zien dat het zo lichtjes begint te stollen. Dus de bedoeling dat dat eiwit zich rond de dooier gaat vormen of vastzetten. Maar als we een lichtjes mee schudden, dan gaat dat eiwit schoon rond een dooier gaan. Dat heeft niet veel tijd nodig. 2 minuten, maximum 3 minuten. Dus de bedoeling als een dooier ook nog vloeibaar is. Als je hem opensnijdt in je soep, dat dat eruit loopt. Ik ga een kommetje nemen. Ik ga er een beetje soep in doen. En ook nog een beetje plakpeterselie. En we gaan fijn snipperen. Ja. En onze dooiers gaan we eruit nemen met een schuimpan. En die kunnen we even op een beetje keukenpapier leggen. En zo 2 of 3 per persoon inleggen. En ik heb hier nog een gepocheerd kwarteleitje. En ik ga je tonen dat dat niet lang moet pocheren. En toch is onze dooier vloeibaar. Zacht gehaard langs binnen. Zo zijn er een aantal in onze soep. En als we dat gaan eten, hebben we beiden erin hebben zo'n heel zacht gevoel van een gepocheerd ei. Een zacht gekookt eitje eigenlijk. Dat heel lekker is. Dat ook zich vermengt met de smaak van de soep waarin dat er witte wijn aan toegevoegd is. Een twist van de œuf moret, de Bourgondische keuken, maar een beetje op zijn Belgisch. Smakelijk!